Welkom bij de zesde aflevering van Woonspraak, de podcaststreeks van Woonzaak. Woonzaak stuurt aan op een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. En daarvoor hebben we uw steun nodig. Volg, spreek en deel over deze podcast. Ook financiële steun is nuttig en nodig. Surf naar Woonzaak voor meer info. In deze aflevering hebben we het over nieuwbouwwoningen. Hoe kunnen zij een verschil maken? Hoe gaan we ook om met het gebrek aan beschikbare ruimte? En daarvoor hebben we twee sprekers, Philippe Kant Fijn en Anne Rekkers. En voor ons zit Anne Rekkers, directeur van de Vereniging voor Ruimte en Planning. Anne, welkom. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Anne, je bent directeur van de Vereniging voor Ruimte en Planning. Waar zijn jullie precies mee bezig? We zijn een lerend netwerk van ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen eigenlijk van iedereen die een hart heeft voor ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen en Brussel. We geven vooral opleidingen, bijkomende opleidingen aan uh, al die doelgroepen, maar achter de schermen proberen we ook wel wat input te geven aan het beleid door uh, van tijd tot tijd wat uh, prangende vraagstukken aan te kaarten of uh, wat kritische opmerkingen te maken, altijd op een constructieve manier. Wij geven ook vier keer per jaar het tijdschrift de Ruimte uit, dat elke keer rond een ander themakatern werkt en heel diepgaande verhalen brengt over verschillende actuele ruimtelijke thema's. Een van die actuele kwesties kwam dit jaar of dit voorjaar ook aan bod op jullie uh, jaarlijkse congres, en dat ging over betaalbaar wonen en de link met uh, ruimte. Uh, ja, wat heb je daarvan opgestoken? Wat is bij jou bijgebleven eigenlijk, na afloop? Een van de belangrijkste aandachtspunten voor mij was uh, eigenlijk dat het uh, toch wel belangrijk is om een beleid te hebben dat durft kiezen voor betaalbaar wonen. Er worden heel veel initiatieven genomen um, om betaalbaar wonen of sociale woningen te stimuleren. Er wordt ook vandaag hard naar de markt gekeken, maar eigenlijk zijn we ervan overtuigd dat het toch wel een absolute taak is van de overheid om. Zeker sociaal wonen uh, te realiseren. Um, en dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld um, door de sociale last die in het Grond en panden decreet is afgevoerd een aantal jaar geleden, om die bijvoorbeeld terug in te voeren. We zien ook bij buitenlandse voorbeelden dat dat heel hard werkt. Vele Franse steden bijvoorbeeld hebben. Een uh, regeling waarbij ze 30% sociaal, 30% betaalbaar en 40% private ontwikkelingen in elke nieuwe ontwikkeling opleggen, verplicht. En dat werkt. Het is kwestie van politieke moed om dergelijke beslissingen te nemen. Daar wordt het op lokaal niveau genomen. Ik denk dat dit ook op Vlaams niveau nodig is, maar ook lokale besturen kunnen daar initiatieven voor nemen. En dan zeker ook het betaalbaar huuranbod verhogen. We weten dat we met een... Uh, veel te laag aandeel um, huurwoningen zitten in Vlaanderen. Uh, Vlaanderen heeft er altijd voor gekozen om private eigendom te stimuleren via allerhande kanalen, um, waardoor het huuraanbod vandaag eigenlijk veel te beperkt is. En wat er is, is ook niet altijd voldoende kwalitatief. Dus een kwaliteitsvol huuraanbod en voldoende huuraanbod op de markt brengen is zeker ook een, een absolute nood. En dan het laatste, um, nu, naast een heel aantal andere aandachtspunten, maar toch ook een hele belangrijke is, denk ik, er zijn plannen om het uh, sociaal bindende objectief te verhogen per gemeente. Ik denk dat dat ook een, absoluut een goede zaak is, dat daar nood aan is uh, om die kaders te verstrengen en om dat, uh, om dat op te trekken. Dus werk voor de volgende legislatuur, denk ik. Veel werk en uh, ook duidelijke suggesties naar uh, politici. Ja, vaak komt de commentaar terug van, ja goed, de ruimte is beperkt. We moeten die voor allerlei functies kunnen inzetten. Er moeten keuzes gemaakt worden. Maar hoe kunnen we dat in een dichtbevolkt Vlaanderen allemaal realiseren? Waar moeten we eigenlijk rekening mee houden als we geen opbod willen tussen al die functies? Het verhaal gaat inderdaad dat Vlaanderen dichtbevolkt is. En als je dat op, op regionaal, gewestelijk, Vlaams niveau bekijkt... Klopt dat ook wel als je dat vergelijkt met, uh, met omliggende landen? Maar als je dat op lokaal niveau gaat bekijken, is dat eigenlijk helemaal niet zo. De dichtheden dalen zelfs nog, omdat we heel versnipperd ontwikkelen, dat we eigenlijk ook ruimtelijk inefficiënt ontwikkelen, door vaak uh, vrijstaande woningen op, op grote percelen bijvoorbeeld, dat heeft een zeer lage dichtheid. Um, het voordeel daarvan is dat dat uh, wel betekent dat in die gebieden met lage dichtheden, dat we daar eigenlijk ook nog wel veel efficiënter kunnen herontwikkelen. Dat we daar kunnen aan bijsturen. En waar we heel hard uh, aan werken, is dat we ook een stukje afstappen van die monofunctionele gebieden. Dat we gaan kijken om een plek ruimtelijk efficiënter te maken. Dan spreken we spreken dan van ruimtelijk rendement, wij spreken liever over ruimtelijke kwaliteit. Waar we meer functies op één plek gaan combineren. En dat moet je eigenlijk heel breed zien. Dat kan gaan over leegstaande panden die herontwikkeld worden, waar je een multifunctionele ontwikkeling inbrengt. Maar dat kan evengoed gaan over wonen boven winkels, bijvoorbeeld, um, maar ook over um, publieke ruimte. Een, uh, een plein dat aangelegd wordt in een, in een dorpskern. Is vaak een, een plein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar door een aantal kleine elementen in te brengen. Dat hoeft geen speelgerief of geen, geen speeltuigen te zijn, maar kan dat ook een heel leuke speelplek worden voor kinderen. Er zijn ook voorbeelden waar publieke pleinen ook dienen als waterreservoir in geval van wateroverlast. Dus die multifunctionele functies van ruimte zijn gewoon cruciaal. Dat is absoluut noodzakelijk om daarop uh, op in te zetten. Een andere interessante piste is bijvoorbeeld ook denken aan collectieve oplossingen. Um, we zien in nieuwe ontwikkelingen dat er heel vaak uh, al ingezet wordt op collectieve ondergrondse garages, fietsenbergingen, collectieve tuinen. Uh, dat zijn dingen die maken dat je ruimte veel efficiënter gaat gebruiken, waardoor je ook plek hebt voor andere dingen. Um, een van de mooie voorbeelden vind ik bijvoorbeeld ook deelwagens. Eén um, deelwagen haalt dertien auto's van de weg. Dat betekent dat je die ruimte op de weg, maar ook in parkeerplaats, kan gebruiken om een boom te zetten, om groen aan te leggen, om water te bufferen voor wat dan ook. Dus die, die multifunctionele inrichting vinden we echt wel, uh, wel heel cruciaal. Dus het is echt wel belangrijk dat we op elke plek ook gaan nadenken over wat zijn de vraagstukken die op die plek leven. Is er nood aan um, wateroplossingen? Hoe gaan we de mobiliteit organiseren? Um, maar zeker ook, hoe gaan we in elke woonontwikkeling ook nadenken over wie komt hier wonen, voor welke doelgroepen doen we dit? En kunnen we ook niet inzetten op een stuk sociaal en betaalbaar wonen? Op elke plek, gemengd. Er worden suggesties en ideeën genoeg om uh, die, die beschikbare ruimte. Die beperkte ruimte zo goed mogelijk of nog veel beter in te zetten. Maar we hebben een vertrekpunt dat het uiteindelijk niet gunstig is. Vlaanderen is heel verrommeld om maar over het concept linbebouwing en de grote maatschappelijke kost die daaraan verbonden is niet, niet te beginnen. Ja, hoe vertrek je dan eigenlijk vanuit die realiteit om, om te gaan naar een betaalbaar woonaanbod? Ik denk dat, het, um, dat er echt nog wel wat, uh, wat opties zijn. We hebben gezien in de afgelopen jaren dat heel veel lokale besturen. Gronden in eigendom op de markt gegooid hebben, heel vaak aan de hoogste bieder. Um, waarvan we vandaag denken, het kan ook een lokale, opnieuw politieke keuze zijn om die gronden in te zetten voor betaalbare wonen. Uh, niet alleen gronden, maar ook leegstaande panden, grote loodsen van de gemeente of wat dan ook, die goed gelegen zijn, liefst in de kernen, kunnen een heel andere. Allee, kunnen afgebroken worden voor, voor andere functies, maar er kan ook. Uh, op, een, uh, op een goede plek liefst ook betaalbaar wonen komen. Dus er zijn heel veel, veel opties binnen dat bestaand weefsel... Om, uh, om, om dingen te gaan doen. Wat ook belangrijk is, denk ik... is dat we ook moeten kijken naar de totale woonkost. Um, we kijken, en dat is begrijpelijk uiteraard... iemand die een woning koopt uh, of wil huren... kijkt specifiek naar de aankoopprijs of naar de huurprijs. Maar de totale woonkost is veel breder dan alleen... Die aankoop- of huurprijs, daar zit ook de energiekost in. Daar zit ook, en dat is iets waar mensen helemaal niet mee rekenen meestal, ook verplaatsingskosten in. Als je ervoor kiest om ergens veraf van voorzieningen te gaan uh, wonen, dan zou je eigenlijk eens moeten rekenen wat je op 10 of 20 jaar uitgeeft aan verplaatsingskosten. Dat kan echt wel heel hard oplopen. Dus die, het kiezen voor een woning die op een goede plek ligt, betekent ook dat je in je totale woonkost wel een heel ander plaatje kan krijgen. Um, en dat is zowel privé voor degene die in die woning gaat wonen, maar ook maatschappelijk ook wel een, een veel betere keuze, omdat de verspreide bebouwing ook aan nutsvoorzieningen, aan infrastructuur, uh, aan uh, dienstverlening, de maatschappij ook gigantisch veel geld kost. Dus het is een win-win om... Uh, op een goede plek te gaan wonen en daar uh, eigenlijk veel winsten te maken. Je sprak daarnet over uh, die multifunctionele ja, indeling van ruimte, multifunctioneel gebruik, over een aantal klimaatmaatregelen ook, uh, waarbij het rond uh, ja, het aanleggen van watervoorraden en dergelijke. Um, zijn we voldoende doordrongen eigenlijk van dat belang? En, en um, ja, legt dat eigenlijk ook nog eens een bijkomende druk op, op die beschikbare ruimte, als we dan spreken over ja, betaalbaar wonen? Of is dat ook een mythe? De, een mythe zou ik het niet noemen. Uh, ik denk, uh, als we de afgelopen zomer van 23 uh, bewust meegemaakt hebben, uh, dan kan ik mij moeilijk voorstellen dat mensen het nog niet zouden doorhebben. Als het geen uh, bosbranden waren, dan waren het wel overstromingen van uh, Zuid tot Noord-Europa, overal. Um, dus ik denk dat het uh, wel steeds meer bij mensen begint door te dringen. Um, maar wat ik wel een heel grote opgave vind, is om mensen ook bewust te maken dat ze er zelf ook wel iets kunnen aan doen. Het lijkt zo'n groot mondiaal probleem dat heel veel mensen het gevoel hebben van ik kan daar toch niks aan bijdragen, terwijl dat wel kan. Uh, Eén dag per week de auto aan de kant laten staan en kiezen voor een alternatief uh, vervoersmiddel, één dag per week vegetarisch eten, als ze dat allemaal doen, dan maakt dat eigenlijk wel al een groot verschil. Het mag ook iets meer zijn natuurlijk, liefste ook wel. Maar uiteraard uh, denk ik dat we het beleid ook wel een tandje mag bijsteken. Uh, ik denk dat we ook een, een veel ambitieuzer uh, klimaatbeleid nodig hebben. Um, maar daarbij denk ik is ook wel belangrijk dat we het beleid of de verschillende beleidsdomeinen met de neus in dezelfde richting krijgen. We zien vandaag ook heel veel tegenstrijdige initiatieven. We willen wel. Uh, um, um, uh, Subsidies geven voor, uh, voor renovaties en, en renovatiepremies. Maar wat helpt het als we dat doen voor een afgelegen woning die alles wat die wint aan energie, verspeelt aan energie voor verplaatsingen? Dus dat is niet op elkaar afgestemd. Uh, daar, zit, uh, daar zit geen lijn in. Dus een, een duidelijke, liefst ook lange termijn visie op waar willen we naartoe en hoe pakken we dat vandaag aan? Wat zijn de stappen die we moeten zetten? is echt wel cruciaal. Over um, ja, allerlei klimaatmaatregelen die ja, opgelegd worden uh, bij nieuwbouw, ook bij renovaties, um, wordt vaak wel eens gezegd, ja, um, ja die kosten natuurlijk, ja, die winnen uiteraard op termijn aan lagere energie en, en lager energieverbruik en dergelijke. Maar um, ja, maakt dat het bouwen niet duurder in functie van betaalbaar wonen? Ik begrijp dat dat inderdaad wel een grotere investeringskost is. En dat dat, dat, dat zeker voor kwetsbare gezinnen niet evident is om die investeringskosten te doen. Daarom denk ik dat het ook uh, belangrijk is dat we de subsidiekanalen die er vandaag bestaan ook veel meer richten op de gezinnen die het echt nodig hebben. Heel veel onderzoek wijst uit dat subsidies vandaag gaan naar groepen die het eigenlijk niet zo hard nodig hebben en die de investeringen ook zouden doen als ze de subsidies niet krijgen. Dus de juiste doelgroepen voor de juiste subsidies denk ik is echt wel een hele belangrijke. Um, maar wat ik ook een heel mooi initiatief vond uh, het afgelopen jaar, was bijvoorbeeld het blokkeren van de huurindex voor uh, woningen met een, lage energie, uh, met een lage energiepeil. Jammer genoeg wordt dat weer al stopgezet, um, maar het, uh, de, 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 de korte duur dat het, uh, dat het gelopen heeft werd het wel duidelijk dat, uh, dat eigenaars er wel gebruik van maakten uh, of er toch wel bewust van werden dat ze iets met hun woningen moesten doen. En zijn er wel initiatieven genomen om woningen uh, beter te isoleren, uh, energiezuiniger te maken? En door net die stok achter de deur dat de huurprijs niet mag geïndexeerd worden uh, zolang of dat, de, uh, zolang of dat het, uh, het geen energiezuinige woning is. Stimuleer je eigenaars daar wel mee en help je ook wel kwetsbare gezinnen, die dan vaak ook nog een gigantische kost hebben aan energieverbruik uh, naast een huurprijs, om, uh, om, om daar echt wel stappen in vooruit te zetten. Dus ik zou er alleen maar voor pleiten om het uh, initiatief te verlengen in plaats van het uh, terug af te bouwen. <laughs> nu, een ander mooi voorbeeld um, vond ik zeker ook wel: de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt heeft samen met de stad Mechelen. Voor een uh, sociale woonwijk. Um, zelf het initiatief genomen om voor de bewoners aandelen uh, te voorzien in de energiecoöperatie van het Mechelse. Waardoor uh, de energiecoöperatie middelen had om zonnepanelen op die uh, daken van die woonwijk te leggen. Waardoor de bewoners zelf nu eigenlijk op een veel energievriendelijkere manier energie kunnen afnemen. Maar door het feit dat zij ook coöperant zijn in uh, de coöperatie maakt dat zij eigenlijk zelf ook mede eigenaar zijn van uh, de, de, de zonnepanelen en dus ook, mogelijk beperkt, maar ook een, uh, een rendement terugkrijgen daarop. Zo geef je mensen ook wel een stuk zelf uh, de voorzieningen, maar eigenlijk ook wel het heft in handen. Uh, eigenaarschap uh, is, is cruciaal ook in die dingen. Maar vooral ook uh, het, het, het is een lokaal initiatief. De, de winsten gaan ook naar lokale mensen. Zowel in energie als in, uh, in, in dividend uh, dat ze krijgen. Dus zo, zo maak je ook uh, zo versterk je eigenlijk ook de, de capaciteit van die mensen zelf. Van een lokaal voorbeeld. Misschien nog eens naar Vlaanderen terug uitzoeken. Je bent dagelijks bezig met ruimtelijke planning. 2040 komt uh, dichterbij, de bouwshift, waar al heel veel over gezegd uh, is. Ja, um, er zou vanaf 2040 geen bijkomende open ruimte meer aangesneden mogen worden. Um, daar zit ook heel wat ruimte in die ja, nu nog gepland is voor onder andere sociale woningbouw. Um, zal dat ook een bijkomende druk leggen op betaalbaar wonen? Dat is wat, uh, het verhaal dat eronder doet. Ja, um... Ik denk dat als we wachten tot 2040 om uh, geen open ruimte meer aan te snijden, dan is het veel te laat, want dan is alles volgebouwd. Gelukkig uh, vermindert de, uh, het, uh, het aantal uh, ontwikkelingen in open ruimtegebieden op greenfields uh, en wordt er altijd maar meer aan kernversterking gewerkt. Um, maar er zijn uh, recent een aantal uh, beslissingen genomen die die Blauwshift eigenlijk echt niet ondersteunen, die het uh, nog veel onbetaalbaarder maken. Waar veel meer risico's in zitten dan uh, in dat uh, betaalbare wonen, denk ik. De instrumenten die ik om er uh, geen te noemen. Um, maar toch is dat plan echt wel het. het het idee of het concept van de bouwschift is, is, is goed en is ook echt wel brood nodig. We hebben ook die open ruimte echt wel brood nodig um, voor, voor allerhande functies. Um, en eigenlijk heeft onderzoek, het departement uh, omgeving heeft recent opdracht gegeven om net het vraagstuk van beschikbaarheid van gronden uh, te gaan onderzoeken. Daaruit blijkt heel duidelijk dat um, als we blijven ontwikkelen met grote vrijstaande woningen euh, op grote percelen, dan gaan we in een aantal regio's in Vlaanderen mogelijk wel een krapte krijgen. Maar we hebben al zo'n groot aanbod aan vrijstaande woningen op grote percelen dat er eigenlijk absoluut geen nood meer aan is. Integendeel, we gaan daar op vrij korte termijn eigenlijk een overschot aan krijgen, want als we naar demografische evoluties kijken, kleinere gezinnen, één- en tweepersoonsgezinnen. Um, die gaan niet in gigantische woningen gaan wonen. Um, dus we krijgen daar te veel van. We zijn ook al goed aan het opschuiven naar veel meer appartementen. Uh, ik denk dat uh, 2022 voor het eerst meer appartementen gebouwd zijn dan vrijstaande woningen. Uh, dus we zijn ook ons al aan het richten naar andere, andere woontypes en uh, woontypes die ook. Beter geschikt zijn voor uh, kleiner huishoudens. Dus als we effectief naar die compacte ontwikkelingen gaan, dan blijkt uit datzelfde onderzoek dat we eigenlijk nog massa's ruimte over hebben. Er is in de gewestplannen van de jaren 60, 70 gewoon veel te veel ingekleurd. Ook vaak op locaties waar dat we dat eigenlijk niet meer interessant vinden, die alleen maar met de auto bereikbaar zijn, die uh, vaak in watergevoelige gebieden liggen, waar dat je mensen ook nog eens zou in de miserie steken als je daar gaat ontwikkelen, omdat die heel veel kansen hebben op overstromingen, dan wil je kwetsbare gezinnen helemaal niet aandoen. Bovendien, sociale ontwikkelingen op afgelegen locaties lijkt mij eigenlijk ook geen goed idee. Als er geen openbaar vervoer is, als die mensen veraf wonen van voorzieningen, dan ontneem je hen ook heel veel kansen. Dus dat lijkt mij absoluut geen goede evolutie om daar nog verder te ontwikkelen. Dus het ontwikkelen in die kernen, uh, denk ik, is ook absoluut wel een, een noodzaak, zeker voor, um, voor kwetsbare gezinnen. Omdat, uh, omdat zij dan ook kunnen beschikken over die voorzieningen. Tegelijk is het ook een win-win, omdat uh, als je binnen die kernen gaat ontwikkelen, maak je dat je een grotere kritische massa hebt voor die voorzieningen of voor de diensten die er zijn. Een bakker heeft een bepaald aantal... Klanten nodig om te kunnen overleven. Dat geldt ook voor een buurtsupermarkt, maar dat geldt ook voor een overheid die een school of een sporthal of uh, een cultureel centrum wil aanbieden. Als je dat te veel gaat versnipperen, dan heb je geen kritische massa om dat te doen. Voor openbaar vervoer geldt dat nog tien keer zo hard. Uh, als je geen kritische massa hebt, kun je dat niet op een efficiënte manier ontwikkelen. Uh, dus het is echt wel van belang om dat uh, op, uh, op een goede plaats te doen. En dat is ook alleen maar in het voordeel van kwetsbare gezinnen, die daardoor ook een groter aanbod krijgen, hopelijk in de buurt van waar ze wonen. Oké okay, Anne, hartelijk dank voor, uh, ja, voor dit uh, zeer uh, boeiende gesprek. Graag gedaan. Ja, dit is de zesde aflevering van Woonspraak. En Woonspraak is een podcast van Woonzaak. Woonzaak gaat voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. Volg, spreek en deel over deze podcast. En ook financiële steun is nuttig en nodig. Surf naar woonzaak.be voor meer informatie. Voor ons zit Filip uh, Canfijn. Filip, welkom. Filip is uh, van verschillende markten thuis. Uh, je bent als ik het goed eh, voor heb, architect, ambtenaar, directeur stadsontwikkeling, maar ook eh, aannemer en projectontwikkelaar. Dus je kent het hele veld van nieuwbouwwoningen, ruimtelijke ordening. Um, je schreef ook een boek met als titel Woononbetaalbaarheid. En uh, ja, in, die functie heb je wellicht, of in al die verschillende functies heb je wellicht uh, allerlei inzichten opgedaan. Um, in welke functie heb je eigenlijk de meeste inzichten opgedaan? Oh, voor mij is het keerpunt uh, directeur stadsontwikkeling in Kortrijk geweest. Uh, het feit dat je dan ambtenaar bent is niet het grote punt. Maar we kom er van eerst in een werkveld dat je eerlijk gezegd ja. eigenlijk niet uh, die kent. Je opleiding als architect getuigt dan van een zekere afkomst die gunstig was. Als architect denk je alleen aan ja, mensen die de middelen hebben, dus eigenlijk al dezelfde afkomst hebben. Als je ontwikkelaar bent, werk je natuurlijk voor mensen, mensen als aannemer ook. En opeens kom je in een wereld terecht waar je het begrip huisvesting leert. En vroeger was het vastgoed en woonproducten. Maar je ziet in een keer het belang van huisvesting. Je ziet dan ook een keer wat kwetsbaarheid is. Wat betaalbaarheid. Nee, dat is voor mij uh, uh, echt een keerpunt geweest. Niet alleen in mijn denken, maar ook in mijn doen. Ik moet eerlijk zijn, als ontwikkelaar ben ik niet veel met betaalbaarheid bezig geweest. Trouwens, dat was ook de periode niet. Wat dat, dat eerste de uh, zorg was. En het tweede belangrijke iets is dezelfde periode geweest. Ben ik toen lid geworden. Als expert voor de Vlaamse regering in de Vlaamse Woonraad. En het daar kunnen discussiëren met alle geledingen van wie met wonen en huisvesting bezig is. Van sociaal over de bouwsector en dergelijke. Is voor mij zeer verrekend geweest. En ik denk, zo'n wijk voor iedereen moeten een soort van, van opleiding zijn. Voordat je met huisvesting en wonen bezig bent. Van toch een keer het volledige spectrum te bekijken. Maar ik heb zelf, uh, laten we zeggen, in zonde geliefd. Het duurde twintig jaar. Ja, ja. Um, ja, het volledige spectrum raad je aan. Uh, um, je hebt het volledige spectrum zelf uh, bekeken. Wat maakt uh, nieuwbouw eigenlijk zo duur? Waar zitten eigenlijk de grootste rusten? Ja, de vraag is of we nog veel over nieuwbouw moeten spreken. En ik ga me even duidelijken. ik heb vorige week uh, tegen iemand gezegd, we hebben de strijd ver verloren. Welke strijd wordt van vandaag 1% nieuwbouw geproduceerd op jaarbasis? Eigenlijk zijn we over een zeer beperkt aspect bezig. Het feit dat dat maar 1% is, heeft ook aan nieuwbouw de kans om, als ik het mag verrekenen, alleen maar Mercedes' en Audi's te bouwen in de autosector. Met de Dacia's zijn we niet meer bezig. Als het toch maar 1% is en die 1% dan zet je dus weg aan die pakweg 40% hoogste inkoers. -e dus de nieuwbouwprijzen kunnen eigenlijk een eigen leven gaan leden, omdat het eindresultaat toch moet verkocht worden aan mensen met een, met een hoog inkoers. -e de enige nieuwbouw die nog zou relevant zijn voor de andere inkomens zou betaalbare huur zijn. Maar vandaag kan de markt dat niet. En de bouwprijs is daar uiteraard een onderdeel van. Een bouwprijs die uh, ja, gekwetst wordt vandaag door de hoge materiaalkosten, zonder twijfel. Uh, wat we ook niet mogen vergeten, is dat de productiviteit in de bouw. dat is een, ja, dat is een zeer treurig verhaal als je dat verlikt. Maar ik toen de laatste 20, 30 jaar is dat niet goed. Geen productiviteitsgroei is het inschakelen geweest... van buitenlandse arbeiders die allemaal gaan verder komen. En je kan maar minder en minder betaald houden, Maar zelfs dat effect is er iets weg. Door al de tussenpersonen die in, die, in, die, in dit soort van mensenhandel zitten. Dus er is een probleem. Dat is een markt die niet meer gebaseerd is... op, op een stuk concurrentie om zoveel mogelijk mensen te bereiken En die uiteraard geplaagd wordt... Door zelf niet verstandig te willen worden door een aantal regels die opgebracht worden, die voor mij zo evident zijn. Ik bedoel, over isolatie moeten we toch niet meer dis discussiëren... over die bouteropusted moeten we toch niet meer discussiëren, Enzovoort. Dus waarom is NIBO zo duur als ik het uh, zo maar uitbreng? Omdat NIBO graag duur is momenteel. We hebben ook nog opwezen dat alle NIBO 21% B3 aan zijn broek richt. Uh, ik ben altijd voorstander van van als er uh, betaalbaar gebouwd wordt. En dan bedoel ik, gebouwd wordt in functie van een betaalbaar iets uh, publiek. Dat dat zoals gas en elektriciteit 60% zou moeten zijn. Omdat dat zo'n basisgoed, als wel vastgoed bloot of tweede verbleven, of anders hier, 24%, dan dus de caviar en de en dus champagne. Dus dat allemaal samen een beetje zit vandaag. Uh, een, een in, of zet een bouwprijs in de markt die zijn eigen markt gekozen heeft en die eigenlijk niet meer bestemd is voor, uh, ja, voor het probleem op te lossen, wat ze ook niet doen met die 1%. Een ander belangrijk element in die prijs is allicht ook de, de prijs van grond. Uh, we hadden het daarnet met dan Rekkers ook over ja, de schaarse ruimte en de, de, de bijkomende druk erop. U bent wel aannemer geweest, maar ook als directeur stadsontwikkeling. Uh, heeft u uh, gemerkt dat er op grond enorm veel ingezet wordt? Wordt er veel gespeculeerd met, uh, met gronden voor de toekomst? Uh, grosso modo zijn, denk ik, tussen de 80 en de 85 procent van de gronden... ...nog altijd in bezit van particulieren die een paar lotjes hebben, maximum. Ik bedoel, dat is nog altijd de situatie in Vlaanderen. Overheden en semi-overheden, ik noem dat bij kerkfabrieken... ...zitten onge ongeveer aan, 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 aan een tien, grosso modo... En in de professionele sector, de promotoren, de ontwikkelaars, de verkavelaars, zit ja grosso modo en titel. Dat zijn eigenlijk de juiste verhoudingen. Die ronden zijn duur. Omdat iedereen met, uh, met dezelfde hengel in dezelfde plassen vest. Die andere ronden zijn trouwens het probleem. Omdat die zeer versnapperd zijn. Veel mensen willen dat ook gebruiken later om hun pensioen aan te dikken of om de opvolging. Aan, ...iets aan om je start te geven. En daar hebben we, denk ik, heel wat minder zorgen mee. Maar kleiner ook veel in overstromingsgebied, overtromingsgebied. Kleiner ook veel ja, in de middelen of nowhere, wat dat andere juiste probleem van mobiliteit en riolering en dergelijke bij. De grote jongens hebben eigenlijk genoeg gronden om het tot uh, 2040 bij te zeggen... Kopen er nou een stukje nieuwpoort voor 20 miljoen, dus dat, dat komt wel goed. Dus zijn gronden duur? Ja, ja, we doen ze zijn goedkoop. Maar de extreme duur te zitten in de ontwikkelingsgronden, omdat daar een enorme druk is, omdat er al dezelfde paar partijen, en als ze de triple E ronden niet. He. Dus hetzelfde probleem van de nieuwbouw, dit wordt ook weer verkocht aan dezelfde mensen voor wie bouwen niet duur is. Dus het zijn allemaal systemen die zichzelf bevestigen. En wat ik zei, die strijd hebben we verloren. Ik bedoel, dat heeft ze nee een logica, heeft ze nee een wieltje, heeft ze nee een enthield. en uh, Ja goed, for, forget it. Ze Zij zijn niet deel van de oplossing. Sprak net over het feit dat we niet meer moeten discussiëren over isolatienormen. Als we spreken over betaalbaarheid van wonen, dan, dan zien we dat er ja, allerlei regels bijgekomen zijn. Zeker ook bij nieuwbouw en ook bij renovatie. Van parkeernormen tot minimale vierkante kilometers, maar, maar ook heel het energiegebeuren. Maakt dat wonen ook niet duurder? Ja, dat is ontwikkelaarsstaal die daarin u spreekt. Die zijn tegen alles dat. Vergeet product of wel duurder maakt of de verkoopbaarheid kleiner maakt. Parkeernormen, ik denk dat je daar niet moet over moet discussiëren. Wie een probleem veroorzaakt, moet het probleem oplossen en moet dat probleem niet afwentelen op het openbaar domein. Dus zolang dat iedereen nog meer dan één auto heeft gemiddeld in Vlaanderen, maar blijf ik voorstellen van een parkeernorm die hoger is dan één, want de enige alternatief is dat het anders op het openbaar domein komt en dat willen we ook niet. Het feit dat de prijzen zo hoog gezet worden door de ontwikkelaars, maakt dat mensen die niet evident tot die 40% hoogste inkomens behoren, die dan nog net budget genoeg hebben voor een appartement met btw, die hebben geen geld ge ge niet meer voor een parkeren. En dat is hetgeen dat eh, ontwikkelaars een beetje beangstigd, omdat ze met, eh, met die parkings overblijven. Over de minimale oppervlakte norm van eh, appartementen, want het gaat Hoofd, ja. eh, ik hoor dat niet veel voor iets gezinswoningen. Ja, dat is voor mij ook een evidente discussie. Wat misschien minder evident is, is de juistheid van de norm. Ja. Eh, maar dat er steden, gemeenten, tegen de algemene gang van de compactering en de verkleiding, opvolgt met zijn, jongens, een eh, twee slaapkamerappartementen, dat moet niet 90 vierkante meter zijn, dat is voorbij. De standaardmodule, wat ik al bij een wiljaar in eeuwen en denk. Ja, dat is iets voor vier mensen in te wonen. Met thuiswerk en schoolgaande kinderen. Eh, ik hoor nu dat er in bepaalde gemeenten in zonder namen te noemen... dat men naar 65 vierkante meter gaat. Ten eerste vind ik dat dat bepaald wordt door mensen die veel ruimer wonen. Dus ik vind dat duidelijk. Dus de vierkante meter discussies zijn eigenlijk geen discussies... waardoor dat de markt beweert, met nog de bouwprijs erbij omdat dat de markt beweert dat ze niet meer kunnen bouwen. Voor de, niet de lage inkomens, maar de modale en ondermodale inkomens. Wat dat ook klopt. Maar daarmee is er geen argument geformuleerd tegen het feit dat we toch een beetje verstand hebben met ruimte. En een beetje vriendelijker met de oppervlakte. Een beetje vriendelijker. Het gaat niet alleen over comfort. Want daar wil we altijd in investeren met de chicste keukens en de briljantste badkamers. Maar het gaat ook over wat is dat gebouw nog waard. Als gebouw, bouwfysisch de 40, 50 jaar. En daar moet je niet meer over discussiëren Zeker niet in de nieuwbouwsector. We zien dat die toch alleen maar werd, of bijna uitsluitend werd, voor zij die het zij allemaal kunnen permitteren. En die houdt nu nog altijd goed vast. Daar houden de meeste subsidies in. Want als er iets dat ik, uh, overal uh, bleef zijn. de woonbonus is niet afgeschaft. Die. De woonbonus dooft uit. En vorig jaar is er nog 1,2 miljard woonbonus betaald. Waarvan meer dan de helft van de 40% hoogste inkomens, die, zal in die, die in diezelfde sector zitten. Dus klagen aan de ene kant dat het duurder wordt, en aan de andere kant met je handje openstaan, dat er nieuwe contracten daar niet meer in uh, raken. Dat systeem dat is iets anders. 1,2 miljard. Dat zijn hallucinante cijfers voor mij voor de 40% hoogste inkomens, meer dan de helft. Ja? Kunnen we dan eigenlijk van een probleem spreken als er enkel in het dure segment wordt gebouwd? Het is een vaststelling hè, die, dat een probleem op zich wordt, maar ik zie echt geen alternatief. Dus ik richt mijn aandacht nu ook veel meer naar de renovatie van de bestaande woningen, waarvan 75% in 2015 nog zal bestaan, en eh, waarvan dat vandaag eh, minimalistisch geschat, meer dan 90% het a nog niet geeft. Dus in plaats van ons te blind te staan op wat gebeurt in een soort niche-markt, Denk ik dat we die 75% bijna in de NTC. En daar ga je een dubbele spanning krijgen. Eh. Dat is dat de mensen die dat gekocht hebben vanuit de mantra, pensioenspaar, vermogensopbouw, want zo zijn de woningen altijd aan ons verkocht geweest. En is de ideologische keuze voor eigen woningbezit eh, altijd filosofisch eh, beargumenteerd geweest. Die hebben een bepaald verwachtingspatroon ook een beetje opgezweept door alles wat ze leren van tegen en dergelijke. Maar de mensen die moeten komen, die zien de problemen daar. Uh, Itinerar berekent de gemiddelde uh, energierenovatiekost van huizen met een, een, een B of C-liebel op ongeveer 50... alleen de mediaan niet gemiddeld, de mediaan op 50 en voor een E of D-liebel uh, op 70.000. Uh, daar staat ook in mijn boek, 60% van de ENR-bewoners of de enr hebben een budget niet. En dat is vandaag de reden waarom dat het op grote schaal niet gebeurt. Maar iemand die zich had koopt, die zei: potverdoor, ik heb nog 70.000 euro kosten. In. Die zal die vraagprijs van die mensen met 70.000 willen ver, verminderen. En die spanning gaan we. Dat is voor mij de, de grote evolutie. En dat is voor mij de grote vrees, zonder hier macro-economisch te willen uithangen, dat de prijzen van de secundaire markt, van de bestaande woning, in functie van die verplichteringen. Energierinnovatie, die voor mij ook evident is, hé? om het probleem één keer oplossen... en niet in 2049 natuurlijk, dat dat tot een enorme spanning zal leiden, die in contrast zal staan met de verwachte pensioenopbouw en, en vermogensopbouw van, laten maar zeggen, van mijn generatie. De babyboomers zijn al binnen, die, uh, die zijn al gelukt. Maar de mensen die nu 50, 55 en meer worden, die, die gaan in de shitkoop. Laat ons eerlijk zijn, dat is het probleem. Het probleem is niet wat ik vertaal, het probleem is dat we zo'n geslachter hebben. Iets anders, waar we wonen is bijzonder belangrijk. Het kwam net ook aan bod met het gesprek met de directeur van de Vereniging voor Ruimte en Planning. Um, kernversterking en verdichting zijn termen die dan heel snel opduiken. En jij schreef, of jij schreef recent een essay: minder appartementen, meer rijwoningen. Het is ook iets wat terugkwam in de. Bij de voorstelling van de, de Gentse woonstudie. Hoe kan je die twee met elkaar rijmen? Ja, omdat dat geen tegenstelling is. U mm -hmm. spreekt weer ontwikkelaars. Mm -hmm. Die pakken allemaal appartementen. Dat is het gemakkelijkst. Met hoe de stagiair Zorg dat de wc's boven elkaar liggen en de keukens boven elkaar liggen. zitten zitten dat al halfweg. Er zitten er vier planken voor. Dat is eigenlijk dan een doodskist. Rijwoningen is veel moeilijker. Is, uh, maar heeft niks met dichtheid. Onze Vlaamse poolblokken. Bij de vierde Maar één Typische stedelijke korrel. Waren zeer zwaar. En hoog. Eh, Compact. Eh, dense. Eh, aan de ontwikkelingen. Het bewijs heb ik trouwens zelf geleverd. Ik moet daar altijd blijven herhalen, Het is bijna twintig jaar oud. Pandreetje in Brugge. Zijn grondgebonden woningen. er staan er honderd per hectare in. En die hebben allemaal hun tuin. En we hebben nog twee vierden. Eh, publiek van Dus het kan. Maar het is niet een ja, het is ook geen, uh, geen evidentie, we bouwen geen rijwoning niet meer. Dat is iets dat ogen achteruit gaat, als je nog een project van laat, weet van rijwoning laat het je weten, dan komen die daar kijken. Dus dat is iets dat we eigenlijk totaal verbannen hebben, alweer van eigenlijk een, een onjuistheid, dat je daar geen dichtheid in kunt houden. Uh, de hele appartementen, dat is ook het gemakkelijkste voor te verkopen. Uh, die rijwoning die gebouwd wordt, maar het zijn eigenlijk niet achter rijwoningen, het zijn stappen, Maar het zijn grondgebonden woningen. Uh, met niet zo de klassieke vier of drie, drie heuvels. Mensen uh, zitten er altijd in dat idioot van zelf te willen bouwen als ze over een grondgebonden woning zitten. Dat is trouwens een markt die volledig is ingestart. Dat is ook iets zeer vreemds, waar we niet meer over spreken. De klassieke driehoek bouwen, je zoekt de architect, zoekt de aannemer. Dat is nog een tiende van de markt, en vroeger was dat 30, 40, 40 procent. Die, uh, dus nee, nee, um, Dichtheid kan met grondgebonden worden. Je hebt een uh, lange ervaring, uh, niet alleen als aannemer, maar uiteraard ook uh, ja, binnen het overheidsapparaat. Uh, um, als er um, bestemmingsplannen gemaakt worden door overheden uh, en daarna met ontwikkelaars moet onderhandeld worden, zit die chronologie juist of moet de besturen eigenlijk veel sneller en duidelijker bakens uitzetten van wat ze willen en wat ze vooral niet willen? Ja, want dat is eigenlijk een moeilijke vrouw tegen. Mm -hmm. Een vrouw dat ik uren kan overrukken. Mm -hmm. We hebben eigenlijk twee mm -hmm. bewegingen in Vlaanderen die als inleiding op het antwoord op die vraag. Dat is dat de Vlaamse regering allemaal meer en meer taken afstoot mm -hmm. en lasten afstoot naar de gemeente. Ja. Eh, dat is het instrumentendecreet, we noemen twee, dat ik er altijd voor doen. De brandschade, de, de regio's zijn bepaald door de Vlaamse regering, want de rekening ligt op de tafel. Ja. Ja, ja. Mm -hmm. Dat is één. Twee, we hebben ook in Vlaanderen, heel duidelijk wat wij noemen, het municipalisme. We hebben een autonomie op gemeentelijk vlak die zeer groot is. Mm -hmm. Daar komt het dan nog een keer bij. En die soms een keer misbegrepen wordt als ja, een eke-eke houding, ook van de lokale bestuurders. Daar komt dan nog een keer bij dat er overal spanningen zijn tussen lokale bestuurders die op zes jaar denken. En, en de regels uitvinden. En ambtenaren die per definitie op langere termijn moeten denken en die regels moeten uitvoeren. En al die dingen samen een soort vandaag een spanning waarbij dat ontwikkelaars zich een positie in verwerpen die als een beetje verstandig verschilt van gemeente tot gemeente. En leidt in de gemeente tot klagen over wanorde en chaos en, en hier kun je een afspraak maken. Tot het handig inspelen op een aantal mogelijkheden zijn. Maar wat ik vaststel, en dat is niet van vandaag en niet alleen hier en daar, uh, Bob van heeft gezegd, projectontwikkeling is geen stadsontwikkeling, en omgekeerd. Ja. Maar ik heb de indruk dat projectontwikkeling toch oh, de boel van de hand heeft ja. genomen. Ik kan niet zeggen dat het is stadsontwikkeling is, maar zijn hebben een stuk de macht niet overgenomen, maar het discours overgenomen. En veel politici denken eigenlijk marktconform zoals die ontwikkeling, maar men zit daarin. En soms heeft dat een aantal uitgroeien die niet meer goed zijn. Die moeten weggesneden worden. Maar de algemene sfeer is, en dat leidt ook tot enorme spanning. Omdat een ambtenaar dan opeens geconfronteerd wordt met de regelgeving die hij moet doen respecteren. Die ook gemaakt is door een ander, namelijk door de bestuurders. En dat de bestuurders dan ontwikkelen waar dan samen geconfronteerd zijn. En dan enig is die ambtenaar de boeman, de duivel. En we gaan weer naar die richting. Ik uh, heb nog de goede tijden gekend. Dat gerespecteerd werd. Nu denk ik dat we weer aan het wegvloeien zijn naar uh, allez, pacta servanda, maar als de ambtenaar dat, dat zegt, is het gevaar. Dus het is een vreemde mengelmoes. Corruptie en dergelijke is voor mij nooit het basisprobleem geweest. Maar het uh, ja, niet kunnen omgaan met regelgeving die mezelf gemaakt heeft, omdat men leek op dat moment niet goed nagedacht over wat men wil, of niet ver genoeg heeft nagedacht over wat men wil. De uh, bedonstop of de bouwshift is hier al genoemd geweest. Uh, pakt het stikstofdossier, dossier, pak het dossier rond de EPC. We kijken altijd tot we, als bestuurders tot waar we kunnen gaan zonder mensen kwaad te maken. Maar meestal ligt het uitstellen van het probleem of ook het op, op voorhand al doen blokkeren van het probleem. dat op een bepaald moment ja, liggen de kaarten op tafel en moeten weer gekozen worden. En, Ontwikkelaars zijn ook een beetje de paniek momenteel, lichte paniek, want het niet zo goed, niet meer zo goed verkocht, ook niet door de hoogste maar volgens mij gaat het mentaal. De gronden eh, zijn nog selectiever te vinden dan vroeger en dat komt zo allemaal maar samen en ja, eigenlijk zijn de heldere afspraken die we moeten nemen, eigenlijk niet meer mogelijk. Je sprak over, het, of je spreekt over het spanningsveld ook, tussen ambtenaren en politiek. Ja, de media komen er regelmatig wel eens verhalen uh, over, over boven uh, over ja, vriendjespolitiek bij uh, grote lucratieve projecten en dergelijke. had recent ook een doctoraatsonderzoek van een uh, doctoraatstudent die, die alle stedenbouwkundige ambtenaren bevroeg. En waarbij ongeveer de helft zei dat er op een of andere manier, dat ze op een of andere manier in een carrière um, een vorm van belangenvermenging uh, vermoeden of, of er zelfs mee in contact kwamen. Um, ja, is dat eigenlijk een groot probleem? Want ik. Ja, ja allee, hand on my heart. Maar ik kan natuurlijk zo naïef over de pers zijn. Van corruptie en overlopen en, allee, en fornuis toestanden om het antwerp te houden. Ik weet daar niet van. Ja? Heb ik het niet gezien of is het niet gebeurd? Wel de subtiele, wat ik daarnet zei. Eh, belangenvermengende, niet zozeer voor het algemeen belang opkomende. Druk die ontstaat en die eigenlijk een logica op, op zich is. Ik bedoel, we zijn al zover dat de belangenvermenging op zich, en dan bedoel ik het vermengen ten nadele van het algemeen belang van andere particuliere belangen, dat dat eigenlijk niet meer als belangenvermenging bekeken wordt. Omdat dat, ja, ja we moeten voor, vooruit. Uh, uh, ja, ik weet niet dat ik het anders, anders moet uitdrukken. Uh, ook niet alle ambtenaren zijn, uh, allez, zijn recht door uh, maar ik zeg niet dat ze zich laten, laten manipuleren, in het Maar ze zijn ook niet meer met gezaak zaak bezig, ik bedoel. Het is ook een moeilijke job, om even aan te in de gemeente. En zeker in een kleine gemeente, omdat je hier alleen zit. Voor ook handen In een grote stad beperk je, je, tot je tot je core business. kleine gemeente moet je nog veel doen. Als je dan ook het niveau van de ontwikkelaars hebt, de long-term denkers. Dan kun je echt waar zien hoe je dingen wil doen. Maar je hebt uh, ja, de, de, de Quick Bucks mannen, nee, de, de cherry pickers nee. En dat zijn de moeilijkste. En die zijn meer van de kleine gemeenten. Dan gaat het maar over zes villaatjes, over twaalf appartementjes. Maar het is daar dat de vermenging lokaal bestuur. Lokaal bestuur is dan ook van een ander niveau. Oké. Okay. We komen uh, aan het einde van het uh, gesprek. Wat ik vooral ook onthouden heb, is dat uh, ja, nieuwbob maar een heel klein percentage van... Uh, ja, van wat er aan ontwikkelingen gebeurt. Renovatie, dat is iets wat echt uh, ja, de toekomst, uh, als het gaat over betaalbaar wonen, waarop ingezet ze, zal moeten worden. Um, er zullen heel veel renovaties nodig zijn om het uh, woningpatrimonium terug op beeld te krijgen. Onderschatten we het probleem nu? We moeten naar 100.000 energierenovaties, dus geen nieuwe Kukus of Verandes, maar energierenovaties in functie van het alibel vanaf nu om 2070 halen. Wij zitten nu aan 20 25 Dat zijn de cijfers die ik uh, recent op mijn kantoor gekregen heb. De financiële drempel is niet de eerste drempel. is misschien niet de belangrijkste drempel. Maar is vandaag de meest gehanteerde drempel om het niet te doen. Ik denk dat we daar iets moeten aan doen. 60% van de huishoudens die het moeten doen... of van de samengericht met een haar bewoners... Die ook weer oudere mensen zijn, die daar allemaal geen hosting meer hebben, maar met ontzorging te maken en dergelijke. Daar, daar moet u iets mee doen. Uh, meer radicaal voorstel is: een uh, stop met de woonbonus naar uit te betalen. Aan de 40% hoog en maak energie een energierenovatiefonds uh, die een lening geeft aan mensen, dus geen subsidies, een lening geeft aan mensen met een hogere rente. Eh, waarom niet naar een nieuwe staatsobligatie te gaan, maar een functie hiervan, zodat er gelden zijn die men moet terugbetalen als men de woning verkoopt, of als men de woning eh, erft. Eh, maar die men op 20 of op 30 jaar kan betalen met rente. Alleen te betalen, of met een afbetaling, eh, die, die schema's heb ik allemaal uitgewerkt, maar daar moeten we werk van maken. But nobody cares. He. Betaalbaarheid van wonen, of de grote renovatieslag. Nobody cares. Dat is, dat is mijn grootste zorg. En achterhaald, al dat per jaar zijn niet goed meer. Dankjewel, Filip. Dat is een duidelijke boodschap. En hopelijk blijft er iets van hangen in de aanloop naar de verkiezingen volgend jaar. Misschien. Zo, dit was de zesde aflevering van Woonspraak, de podcast van Woonzaak. We hopen dat u er wat van heeft opgestoken. Volgende maand zijn we er opnieuw. En die aflevering gaat over dak en thuisloosheid. Volg, spreek en deel over deze podcast en steun Woonzaak. Meer informatie op woonzaak.be.